en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, even een paar dagen even niet geüpload. Ik had niet zoveel zin en tijd. En tijd had ik eigenlijk wel. Ik heb gewoon 3 dagen eventjes een sabbatical gehouden. Even uitgerust. Batterij was wel aardig leeg. Na die hectische week vorige week natuurlijk. Waar ik natuurlijk een hele hoop dingen gedaan heb in het weekend. Afgelopen weekend. En afgelopen weekend, het weekend daarvoor. En afgelopen weekend heb ik dus lekker rust gehouden. Ik heb nog een verjaardag gehad gisteren van mijn buurman. Was hartstikke gezellig. En ik heb lekker een keertje YouTube 3 dagen achter me gelaten. Ik had geen zin er meer in. Wat ook natuurlijk veel te warm was het natuurlijk. En inmiddels is het lekker afgekoeld. Ik hoef de ventilator nou niet meer de hele dag te laten draaien, tenminste gelukkig, in ieder geval. En ik wou eigenlijk nog vandaag een buitenvlog opnemen, maar dat gaat hem vandaag niet meer worden. En dat komt even een ander keertje, dat ga ik misschien van de week nog wel even doen. Maar momenteel doe ik even lekker rustig aan. Nou, het is echt heerlijk afgekoeld. Het weer is in ieder geval een stuk beter als dat het de afgelopen dagen was. Was gewoon niet meer vol te houden. We hebben ook de laatste 3 dagen minder gewerkt omdat het gewoon zo ontzettend warm was. Het was gewoon niet om uit te houden van de hitte. En momenteel is het lekker koel. In ieder geval een stuk koeler als dat het was. En ik laat eventjes de achterkant van mijn tuin zien. Ja, ik heb niet veel, echt veel te melden. Ik had al commentaar gekregen op mijn vorige vlog van iemand die alleen maar commentaar had. Van, het is alleen maar slap gelul en je hebt er helemaal niks aan. Ja, je hoeft niet te kijken, je bent niet verplicht om te kijken. En wat zijn de plannen in ieder geval voor aankomend weekend? Weekend is nu weer voorbij, morgen moet ik weer werken. En de plannen van aankomend weekend zijn in ieder geval dat ik zaterdag weer in de Efteling ben. En kijk eens, als je het over de duivel hebt, daar heb je hem weer hoor. Daar haai je hem toevallig hoor, daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig, daar haai je hem toevallig. Hé, hey, Boquito. Nou, kan ik hem wat anders zeggen? Nee, hij kan niks anders zeggen. Nee, in ieder geval ga ik zaterdag weer naar de Efteling. 9 Pleinenverstein weer natuurlijk. Wie er mee gaat, weet ik allemaal niet, want ik weet niet, voor mij is iedereen een beetje Efteling moe. Ik had ook nog een groep aangemaakt en er is de helft weggegaan. Dus ik ben ook uit die groep weggegaan. Ik ga niet voor twee, drie mensen ga ik zo'n groep aanmaken. Dat schiet gewoon niet op. Er zijn er al een stuk of 4 zijn er geliefd. En toen ben ik zelf ook maar weggegaan. Ik had er geen zin meer in. En dat hoef ik dus ook niet meer te doen. Ik ga dus in ieder geval niks meer plannen voor anderen of zo. Want ze hebben er toch geen zin in. Dus dan blijven ze maar lekker weg. In ieder geval, ik ga in ieder geval zaterdag naar de Efteling. Wie er mee gaat, dus weet ik niet. En dat gaan we wel zien. In ieder geval, als er niemand is, ga ik in ieder geval alleen. En ik heb daar wel weer genoeg kennissen en vrienden heb ik daar zo. Die ik wel weer op de Efteling gaat zien, in de Efteling gaat zien. En dat komt allemaal wel weer goed. Nou, we zijn inmiddels van het weekend zijn er weer wat ongelukjes gebeurd. Een boom op de baan van de Dwervelwind van in Toverland, Zevenum. Erg vervelend. Goed dat het gelukkig zonder incidenten afgelopen is dat er slachtoffers zijn, want de baan was toen het gebeurde in gebruik. En gelukkig stond het treintje stil in het station toen het gebeurde. Dus ik ben wel ontzettend blij dat het, dat het niet gebeurd is terwijl het karretje aan het rijden was. Want dan hadden we echt grotere ongelukken meegemaakt. Nou, voor de rest is er nog een ongelukje gebeurd in Symbolica. De bovenplaat, dat is een soort plank is dat. Waar het bordje van de nooduitgang, uitgang,
in staat. Die is naar beneden gekomen. Is op een hoofd van een bezoeker terechtgekomen. Mevrouw had erg veel pijn. Ook heel erg geschrokken. Was aan het huilen, ook door de schrik. Heel veel sterkte. Ja, echt kloten als zoiets gebeurt. En alle beterschap voor die mevrouw. Het is echt verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Nou, voor de rest, ik heb verder niet zo erg veel meer te melden. Ik heb een leuke verjaardag gisteren gehad van mijn buurman Aad. Die was natuurlijk al 2 weken geleden jarig. Maar die heeft gisteren zijn verjaardag gevierd. Was super gezellig. En ik ga me gewoon weer klaarmaken voor aankomend weekend natuurlijk. Ik wil eigenlijk nog even aankomende week, als ik niet te moe ben en de tijd ervoor is, wil ik eigenlijk nog 2 locaties gaan bezoeken. Vind ik wel leuk. Ik ga nog niet zeggen wat de locaties zijn. Maar ik wil in ieder geval nog 2 leuke locaties gaan bezoeken. Om daar een vlog op te nemen. Allemaal blijven kijken natuurlijk jongens. Het wordt echt hartstikke leuk. Ik beloof het jullie. En ik wil ook nog eventjes terugkomen eigenlijk op de vlogs. Ik zei net wel inderdaad van, we hebben weer een praatvideo ertussendoor. En mensen die gaan dan klagen van ja, het is alleen maar slap gelullen die in die films. Ik wil toch het een en ander gaan veranderen op mijn kanaal. Wat wil ik gaan veranderen op het kanaal? Ik wil wat meer tijd hebben om mijn video's te editen en wat verder verspreiden qua uploaden. Dat betekent dus dat als ik een vlog heb, dat ik hem eigenlijk wat langer nog eventjes op privé wil zetten en wat later uploaden, zodat je wat meer verspreid leuke vlogs krijgt. Nu krijg je eigenlijk, heb je de afgelopen week heb je in 5 dagen 5 vlogs gehad. Waren wel wat leuke vlogs bij natuurlijk. Natuurlijk als hoogtepunten natuurlijk de Efteling en de Tilburgse kermis. Maar er waren ook 2-3 vlogs waren erbij. En ja, ik vond dat eigenlijk een beetje zonde eigenlijk. Ik vond het eigenlijk een beetje zonde. Ik vond het eigenlijk een beetje weggegooide video. Ik heb hem wel geüpload. Maar in de toekomst wil ik toch gaan kijken. Want ik wil ik doe eigenlijk de leuke video's. Wil ik eigenlijk alleen nog maar gaan uploaden. Ik vind dat de laatste tijd, ik ben zelf kritisch op mijn kanaal. Ik wil alleen maar leuke video's hebben. En ik wil eens even gaan kijken of dat ik niet wat leukere video's kan zetten. En dan meer verspreid over de week. Zodat je misschien, net zoals nu, even 3 dagen niks hebt gehad. Maar dat na 3 dagen er weer een vlog komt. En in ieder geval een vlog wat leuker is. In ieder geval een leukere vlog met leuke dingen en zo. In plaats van dat je bijna elke dag een video hebt met alleen maar dom gezeven van ik heb niks te doen en ik heb niks te vertellen en dit en dat. Ik wil uiteindelijk wat meer, wil ik mijn kanaal gaan verspreiden een beetje. Ik vind het allemaal een beetje, de laatste tijd een beetje te gezapig allemaal. Er zijn natuurlijk wel 2 ontzettend leuke vlogs zijn er natuurlijk. En aanstaande zaterdag komt er natuurlijk ook weer een leuke vlog. Of die ga ik zaterdag opnemen. Maar ik wil dat die gezapige video's wil ik een beetje eigenlijk een beetje uit mijn bestanden halen. Of uit mijn YouTube kanaal halen en die niet meer plaatsen. Want ik merk gewoon dat het gewoon niet veel kijkers oplevert. En ik ben niet tevreden over de kwaliteit van die video's.
Als YouTuber moet je toch een beetje kwaliteit leveren, vind ik. Ja, ik wil toch wat meer kwaliteit hebben. Ik vind de kwaliteit van mijn video's, de inhoud van mijn video's, vind ik een beetje tegenvallen. En eigenlijk wil ik alleen nog maar video's maken die ik dus niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor heb opgenomen van de Efteling en van Tilburgse Kermis. Gewoon een beetje video's met leuke inhoud en ja, dat je ook wat hebt om te laten zien. En ik heb nu niet echt materiaal of zo wat ik wil laten zien. Ik heb nu niet echt een materiaal, ja, alleen nog maar praatvideo's en ja, niet echt inhoud erin. Dus dat wil ik gaan veranderen. Moet nog even naar kijken. Ik ga nog eventjes kijken hoe ik dat allemaal op ga lossen. Maar daar ga ik zeker weten wel uitkomen. In ieder geval was dit even weer een videootje. In ieder geval ga ik dus aankomende week ga ik nog even twee locaties bezoeken. Zaterdag ga ik de Efteling opnemen. En zondag ga ik ook ergens heen. En de twee locaties waar ik naartoe ga en de video van zondag, die hou ik geheim. Ja, dan ga ik niet vertellen waar ik naartoe ga. Want anders is het natuurlijk, de spanning eraf. Dus ik ga het jullie lekker niks verklappen. Blijf gewoon kijken en dan gaan jullie vanzelf wel meemaken wat ik allemaal, waar ik allemaal naartoe ga en wat ik allemaal ga doen. Ik bedank jullie in ieder geval allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Voor mij, voor It's Ultrex. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Het gaat lekker qua abonnees. Ja, het is nu even weer even een paar dagen rustig geweest, maar ik heb ook niks geüpload. En als je geabonneerd bent, druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Oh, wat is dit? High five of zo? Oké. In ieder geval de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer. De groetjes en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.